Het was een sobere bijeenkomst met maar een handjevol mensen in de Utrechtse raadzaal. En de ambtsketen werd daar omgehangen door haar eigen man, Thomas. Wat een geweldige eer om u 332ste burgemeester te mogen zijn. Burgemeester van deze trotse domstad. De nieuwe burgemeester heeft niet zoveel gehad met Utrecht in het verleden. Ze komt er niet vandaan, heeft er niet gestudeerd of gewoond. En toch heeft ze wel een binding, zegt ze. Een hele mooie stad met een hele rijke historie. Ik heb daar in mijn speech gisteravond ook het een en ander over gezegd. Tegelijkertijd ook een hele jonge stad. En de uitdagingen waar Utrecht voor staat, dat zijn nou precies de onderwerpen waar ik me ook heel erg mee verbonden voel. En de burgemeester mocht gelijk aan de bak in de gemeenteraad, waar ze een voorstel van haar voorganger moest verdedigen. Maar dat was niet alles. Nou nee, ik heb wel veel meer gedaan. Ik heb met mijn mensen natuurlijk het een en ander voorbereid. Er speelt in het leven van een burgemeester altijd ook heel veel op het terrein van openbare orde en veiligheid. Dus je moet ook voortdurend je op de hoogte stellen van wat het laatste nieuws is. Dus dat soort overleggen, die vinden natuurlijk meteen al plaats. In Amsterdam waren ze niet blij. Dijksma vertrok kort na haar aanstelling. Sommigen verwijten haar dat ze een baantjeszager is. Toch belooft ze Utrecht trouw te blijven. Nou, lang genoeg. Dat ga ik u alvast beloven. En kijk, ik ben, dat werd gisteravond ook verteld, het langzittende Kamerlid geweest, overigens op jonge leeftijd. Dus dat betekent dat ik ook echt wel zitvlees kan hebben. Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken. Maar de eerste termijn maakt u in ieder geval vol? Zeker. En daarna? We gaan altijd voor meer, maar laat ik zorgen dat ik die eerste termijn ook goed doe. Want het gaat niet alleen maar over de lengte van de tijd dat je er zit, maar ook de kwaliteit die je levert. En ik hoop dat de burgers mij daar ook op mogen aanspreken, want dat is belangrijk. En dat wil ik ook voor ze regelen en laten zien dat ik dat kan.